En hoe heb jij je toegeleefd naar deze wedstrijd? En dan bedoel ik vooral op het nieuws dat vrijdag naar buiten kwam dat Frenkie de Jong al rond zou zijn met Paris Saint-Germain. Hoe heeft dat invloed gehad op jou en op de groep? Ja, op mij niet zoveel. En op de groep ook niet zoveel, denk ik. Jij wist het al? Nou, er wordt zoveel geschreven over Frenkie. Volgens mij speelt hij al bij Paris Saint-Germain, bij Barcelona, bij Manchester City. Noem maar op. Dus ja, kijk, dat is allemaal mooi geschreven. En het slaat als een bom in bij allemaal mensen. Maar ja, kijk, wat er waar van is, dat is eigenlijk ook... Ja, er wordt zoveel geschreven wat ik zeg. Dus voor ons is dat niet een issue geweest. Er wordt ook geschreven bijvoorbeeld dat jij ook bij een van die gesprekken aanwezig bent geweest. Is dat waar? Nou ja, ik weet niet of het gerucht van Frenkie waar is. Dus ik weet ook niet of het van mij waar is. Ik ben niet in gesprek, nee. Je hebt nooit met hun zitten eten ergens? Nee, zeker. Helemaal niet in zo'n restaurant, denk ik. Ben je eerder stiekem achter gesloten deuren? Nou, stiekem gewoon lekker bij een all you can eat. Dat is meer wat voor mij.